Hallo allemaal, welkom dat jullie weer zitten kijken. Hier achter mij de lelijkste fotograaf van Nederland. En die zwarte bus die doet in de weekenden doet die feestjes. En door de week kun je hem inhuren als timmerman. Dat doet hij ook nog. Slaat hij altijd wel op zijn rechte duim. Maar goed, dat zul je dan meteen wel zien. Daar mijn vrouw. En de vrouw van die omgekeerde timmerman. Nee, leuk jongens. Er komt zo meteen 538. Die komt eraan. Met de bus. Met de EK-bus. Zie je dat? Zijn duim. We gaan even, denk ik, de Leeuwendans doen. Of Frans-Duits. Een van de twee is natuurlijk. Vandaag is de dag dat Frankrijk tegen Duitsland speelt. Altijd spannend. Altijd afwachten. Maar goed, we gaan eerst even wat drinken. En dan zal ik dat ding even fatsoenlijk opknopen. Dus kom mee. Spreekt een beetje Frans. Duits. Frans. Ze spreekt een beetje Frans. Het ging te snel, je m'appel, ach je kent het wel. Grap, ik weet niet eens wat het betekent. Waar gaat ze heen, aan Vidal's en nu ben ik weer alleen. Wat ze zegt, ik zou er echt niet weten. Ze spreekt een beetje Frans, Duits, ja. Frans. Ze spreekt een beetje... Tot waar? 2,5 centimeter. Dus, dan moet je zo weer. Ja. Nee. Ben jij zo lief tegen mij? Ja, vijf rondjes en dan? Je andere ook nog even. Andere met ja. Één ding en allebei. Ja. Nee, je bent lekker bezig, pik. Je kan toch gewoon een spuugding halen? Yes, top, dankjewel. Ziet niet eens meer. Hoe is het? Goed met jou. Hoe is het? Ja, goed. Lekker. Goed lekker. Dat we er mogen zijn, Frans. Ja, leuk toch? Heel leuk. Nou ja, je kan bij mij wel thuis staan. Die bus kan ik wel kwijt. Alleen hij vond die straatjes er naartoe te weinig ruimte. Te weinig ruimte. Bijna, nou, niet elke dag, maar een keer of 3-4 in de week altijd. Wel. Ja. Ja, een ruimte zijn hier. Ja joh, ja, ik weet niet hoe lang jullie hebben. Nu we gaan zo even kletsen. Ja, maar, ik eerst even kijken of er ik negatief ben. Negatief? Ja. Wat drinken? Ja, we hebben eigenlijk iemand bij. Wat je wil? En die loos wordt er ook bij, Frans. Ja, hier, loop even snel die kant op zo. Dit wordt leuk. Ik laat me altijd graag achteruit lopen. Gaat goed hoor, gaat goed. Bouwmateriaal is koop. Al die buizen, allemaal. Alles, al het hekwerk, houtwerk. Kan ik eraan bieden en een glas Judo Hans. En weet je wat ik haar vertel? Ik kan geen Frans, maar ik ken hem wel. Het ging te snel, je m'appel, ach je kent het wel. Grap, ik weet niet eens wat het betekent. Waar gaat ze heen? Zo met jou. We konden niks, we konden niet op vakantie, we mochten nergens heen, we mochten niet uit eten. Ja, daar zit het. Nee, zo kan dat. Ja, dus zo. Dat was, vroeger was dat de kantine, zeg maar, van de jongens. Maar dat is tegenwoordig alleen maar nog voor, weet je wel. Dit is het oude kantoor van pa. Ja. Deze hier zo. En inmiddels, nee, hier. Deze. Deze. Ja. Flipje. Ja, daar staat die Flippie. Dat is de originele flip nog. Ja. Dat is echt een originele. Ja, alles zit op slot. Maar dat is de originele flip nog. Kijk, dat was mijn allereerste fandag. Jeetje. En die stonden dus echt gewoon langs de snelwegen en zo. En bij de inrit, zeg maar, van het gebouw. Had ik nog een kuige kopje daar, hè? Ja. Ja, joh, je hebt hier alles. Goedemiddag. Sander en jij zijn al lekker op pad, maar het is gigantisch dit, hè? Dit is 2,5 hectare en het staat helemaal vol met allerlei bouwmaterialen. En nieuwe materialen, maar ook gebruikte materialen. En, stukjes nostalgie inderdaad, zoals die hobbelpaadjes tot de dikke en de dunne. En komen hier dan ook allemaal van die verzamelaars zitten? Die even kijken bij Frans of er nog wat tussen zit? Die zijn er ook, maar er zijn ook heel veel mensen die lekker in de tuin bezig zijn. Wij doen ook heel veel geïmporteerd tuinmateriaal. Maar ook vloerhout tot, ja, ga door. Als je een huis wil bouwen, wil ze, hè? Je moet hier kunnen slagen. Je kan niet slagen, alleen ja. Je zal het nu niet 1, 2, 3 kunnen vinden. Dan ga je naar ons toe of naar mijn zussen toe en dan lopen we met jullie mee. En dan zeg ik, nou, hier ligt dat wat jij zoekt. Goed, maar hoeveel tijd gaat hier nou in zitten eigenlijk? Nou, de laatste 3 jaar, mijn vader is afgelopen zaterdag 3 jaar geleden overleden, ben ik best behoorlijk weer op het bedrijf gaan werken. Daarvoor was het voor mij 2, misschien een keer 3 dagen, een aantal momenten per week, zeg maar, dat ik dan hier was. Pomp op de sloop, hè, want slopen doen we natuurlijk niet hier, dat doen we buiten. Of elders, laat ik het zo zeggen. Ja, en nu is het toch wel 3-4 dagen in de week dat ik hier weer mee gemoeid ben. Dit is gewoon wel mijn passie, ik ben hier opgegroeid, ik kan wel zeggen ik ben hier geboren. Ja. Ja. Dit is gewoon je ding.
Dit is gewoon mijn ding. Ja, zo heerlijk. Ja, ja. Speeltuin. Hey, kom mee, gezellig naar de bus. Ja, ik kom mee. Wat drinken en zo. Gezellig. Lekker hoor. Doen we dat. Zal ik dan een borreltje inschenken? Wat zeg je? Zal ik een borreltje inschenken? Wat voor borreltje heb je? Ik heb een karamelletje, ik heb een honingrummetje en ik heb een peanut butter whisky. Liqueur. Ja, dus zeg het maar. Deal. Krijg je ze. Live in de Koen en Sander Show, de EK Tourbus, dag 3. Te gast bij Frans Duits en hij gaat hem doen op zijn eigen terrein. Dit is de Leeuwendans. Je kent het wel, het voetbalspel, de Leeuwen van NL. Staan klaar voor de aftrap en je weet het. De nummer 1, afwieders en je kan er niet omheen. Grap, we gaan nu samen voor de beker. We doen de Leeuwendans. Juich, dans, we geven ze geen kans. We doen de Leeuwendans, ik juich en dans. Juich, dans, we doen de Leeuwendans. We geven ze geen kans, ik juich en dans. Nederland zit weer voor de buis met de vraag: gaat de beker mee naar huis? Vertel, wat wordt het positiespel? Aanvallend of vanuit de counter heel snel? Klaar voor de aftrap, spreek met je voeten. Wil je scoren, moet je het doel opzoeken. Het is de route om te excelleren. Ook al staan we achter, we blijven het proberen. Je kent het wel, het voetbalspel, de Leeuwen van NL. Staan klaar voor de aftrap en je weet het. De nummer 1, afwieders en je kan er niet omheen. Grap, we gaan nu samen voor de beker. We doen de Leeuwendans. Juich, dans, we geven ze geen kans. We doen de Leeuwendans, ik juich en dans. Juich, dans, we doen de Leeuwendans. We geven ze geen kans, ik juich en dans. We zijn heer en meester op alle hoeken. De koers, die schrijven we in de boeken. Hier heb je de bal, grap, alsjeblieft. We hebben weer gescoord, wat een slechte keep, ey. Hoe zeg je voetbal in het Frans? Ach, laat maar zitten, want ik doe de Leeuwendans, ey. Ja, we gaan weer voor de kust. Heel Nederland schreeuwt Holland, hup, ey. Je kent het wel, het voetbalspel, de Leeuwen van NL. Staan klaar voor de aftrap en je weet het. De nummer 1, afbieders en je kan er niet omheen. Grap, we gaan nu samen voor de beker. We doen de Leeuwendans. Juich, dans. We geven ze geen kans. Ik juich en dans, dans, dans. Ja! Nou, lieve mensen, het zit er voor jullie weer op aan deze kant. Wij gaan zo meteen nog eventjes door naar een ander optreden. Maar superleuk. Koen en Sander, 538, EK-bus. Ik heb gelachen, ik heb genoten. Ik heb ook nog een lekker kroketje op. Dus kortom, het was geslaagd. Leuk dat jullie weer hebben gekeken naar een aflevering van dit. Want ja, is het nou een vlog? Ik weet het niet. Is het een documentaire? Is het gewoon voor de lol? Is het leuk? Ik weet het niet. Laat het even weten in de comments en doe even abonneren. Gezellig. Dankjewel.